Dames en heren, welkom. Wat fijn dat u weer kijkt. En dank u wel voor alle leuke en goede reacties die we hebben gekregen. Super. Reiner is vandaag bij ons op bezoek. En we zien het alweer waar Reiner werkt. En, gelukkig, Marisol is er ook weer. Dames en heren, we gaan weer lekker koken. Dit jaar is het Pasen, zoals elk jaar. Maar dit jaar is toch anders. Normaal gaan we kamperen. Zitten we lekker langs het strand, barbecue'tje aan. Gezellig genieten, biertje drinken. Heerlijk. Maar ja, dat doen we dit jaar niet. Dit jaar houden we afstand. We gaan niet kamperen. Dus wij dachten, we gaan iets doen voor de paasochtend. Een lekkere paasbrunch maken. Simpele gerechtjes, maar heel erg leuk. Die u met z'n allen kunt maken. Samen met de kinderen. Ik ben Saken, dit is Marisol, dit is Reiner. En vandaag zijn wij samen Duo Pinotti. Boa noite, televidente slang. Nós também com minha máscara do Opinotti. A ver, nós logo nos te apresentar. Tá para vou pôr assim um unbait. Pasco. Ou seja, aqui nós não pôr camper, maneira tur aia, que nós pôr cantar la mão, sentar, fazer barbecue, que coisa, né? Pensei, é bem aqui nós te mostrar como pôr assim unbait na casa. Pero tá toque um tique festivo, para buscar toque tá em Páscoa. Dankjewel. Oh, kijk, airfryers. Kijk, dat vind ik het mooie van de Bondigro, hè? Deze airfryer die is gekozen tot vierde airfryer bij de Consumentenbond. Topproduct. Ben ik blij mee. Ga ik mee koken. Kunt u zien. Kijk, dit is nou wat ik noem de Bondigro Experience. Altijd is er wel wat te vinden wat je niet verwacht. Prachtig. Je tomaten. Weet je, je kan een bosje bloemen mee naar huis nemen, maar als je dit mee naar huis neemt ben je ook de bom hoor. Is ook lekker om te snacken. Gewoon lekker happen bij de tv. Broccoli, bloemkool, samen wordt dit heerlijk. Uit Peru, de chayot. Doormidden snijden, noot eruit, uithollen, mais, kaas, mengen, vullen, in de oven. Heerlijk. Kortom, altijd wat te vinden hier bij de Bondigro. De Bondigro Experience. Reiner, wat hoort er nou echt bij Pasen? Bij het eten heb ik het over, hè? En nogmaals, we kunnen niet barbecuen, dus wat hoort er echt bij Pasen? Ja, ik zelf, wanneer ik Pasen vieren, gewoon lekker eten, thuis prepareren, en klaarmaken in de familie, samen. En natuurlijk? Ook gaan bij het strandje, ja. Lekker bij de, mijn vrienden. Ja, gewoon gezellig met de familie. Gezellig met de familie. Ja. Ik bedoelde natuurlijk met eten. Ja. En ik dacht aan eieren. Ja, ook leuk. Gewoon kan je veel leuke dingen maken met eieren voor Pasen. Zeker weten. Ik heb ook soms, kijk mijn dingen. Ja. Vooral de televisie is ook en maak mezelf een idee. Ja. Iets leuk maken thuis. Nou, zodat je echt de sfeer krijgt van Pasen. En dat gaan we vandaag doen. Maar ik ben wel even eigenlijk nieuwsgierig, Reiner, want je hebt mij verteld. Je bent bijna klaar met de opleiding, ja. Als brandweerman. En ik ben gewoon heel nieuwsgierig, als je met zo'n opleiding begint, hoe ziet dat eruit? Want is dat rennen, vliegen, klimmen, klauteren of is dat studeren? Hoe ziet zo'n opleiding als brandweerman ja, eruit? Ja, sowieso, zoals gewoon zo'n procedure zoals je gaat voor een nieuwe werk, moet je sollicitatiegesprek komen. En daarna hiervoor, het is ook veel fysiek. Voor vragen van deze werk. Ja. Moet de sporttest ook doorgaan. En ook daarna ga je met de procedure van lessen en ook praktijk alles leren. En het is ook gecombineerd. Ja. Je moet je theorie halen en ook praktijken, zodat je kunt doorgaan, zodat je aan het einde komt en daarna word je brandweerman. Niet misselijk dus? Nee. Gewoon
En wanneer mag je examen doen ongeveer? Je moet gewoon wel beginnen. We zijn nu na 1 jaar. We moeten door die COVID niet dat we hebben. We kunnen niet afmaken die was gepland door deze was de laatste man. Van ja. Kunnen we vliegtuigbrandbestrijding doen. Dat we, moeten, we hebben ook vliegveld. Dat ja. We moeten, is een aparte kazerne hier, omdat we alleen niet brandweerman voor stateling, omdat we werken mm-hmm. ook voor vliegveld. Ja. Daarna moeten we ook vliegtuigbrandbestrijding hebben. Juist. Maar dat is dus nog even wachten totdat de wereld weer normaal is, zogezegd. Ja, totdat we een vliegtuigbrandbestrijding halen. Ja. Daarna zijn we helemaal klaar. Super. Hey, dan gaan we maar gewoon lekker aan het koken, denk ik, hè? Ja. En we beginnen met een spiegelei. Oké, is goed. Op een broodje. Lekker. En dat versieren we heel erg leuk. Ja. Reiner, zou jij een spiegeleitje willen bakken alsjeblieft? Ja, graag. Top, dan ga ik vast hier de voorbereidingen doen. Oké. Nou, voor het volgende gerechtje, een eiergerechtje natuurlijk, heb ik nodig. Een komkommer. Een druifje. Een rode paprika. En een bolletje. En daar gaan we een leuk gerechtje van maken. Een kerstkuikentje. Kersthaantje. Kerst, hoor mij nou. Een paskoe. Een paaskuikentje. Dus wat ga ik doen? Ik moet even een mes pakken. Zo. Broodje snij ik door midden. Ik maak nu natuurlijk maar één, of Reiner en ik maken nu maar één voorbeeld. Natuurlijk, als je dit thuis doet, maak je er twee of dan gebruik je al het brood wat je hebt. Maar voor het voorbeeld gebruiken we er maar even eentje. Zo. Een stukje komkommer. Druifje door midden. Paprika. Moet ik even schoonmaken. Even de zaadlijsten eruit. En dat heb ik u al geleerd. Kwestie van zaadlijsten optillen. Knak. En ze zijn eruit. Nou, voor deze paprika heb ik een driehoekje nodig. En een kammetje. Het kammetje leg ik zo wel uit. Zit u? Ik snij kleine driehoekjes uit het stukje paprika. Zo te horen is het eitje ook bijna klaar. En dat betekent dat het hapje ook al bijna klaar is. Zo, ik heb de voorbereiding gemaakt. Eitjes klaar, Reiner? Ja. Ze zien er goed uit. Ze zien er perfect uit. Heb ik even deze nodig. Eitjes leggen op het broodje. Zo. Zout erop. Beetje zout erop natuurlijk. Sorry. Dan de driehoekjes van paprika. Die leggen we erop. Twee stukjes komkommer. Druifje. Hanenkammetje. En tot slot. Kraagje, een klein beetje sla. Ons eerste gerechtje, een spiegelbrei op een broodje, maar net wat anders. Heerlijk, hè? Ja, toch? Ja.
trainer, ik heb nog 2 gekookte eieren over. Ja. Heb jij een idee wat daarmee te doen? Ja. Ja? Ja, iets leuk te maken vooruit voor die kindertjes. Zodat ze een lekker ei ook gaan eten. Nou, super. Ga je gang. Reiner heeft het woord. Zo rabo die Peter Selig en mijn troos, verdura, algo saludable dan mij hebben ze voorkomen. Ik vind hem ontzettend leuk. Met een hoopje contento. Segur, segur. Wat een leuk idee. Van kaas, een stukje peterselie, een eitje en je maakt er een muis van. Kinderen eten. Echt. Helemaal. Kinderen zullen het helemaal opeten. Ik weet het zeker. Eiermuisjes voor Pasen. Hoe leuk wil je het hebben? Dat kun je ook samen met je kinderen maken. Geweldig. Leuk om te doen, lekker om te eten. Bon Pascu. Ahora que nos te trae un salada de batata. Pa salada de batata nos tiene que ser de batata y a mi aire bena. Mi ta corta en un bloque chiquito chiquito. Pa ora na aire bena na no plama. So si na plama mucho, esta salada queda maneco ta un puré ba derecha. Enda queda ech mane un salada. Se corta na dou dou y no laga na aire bena plama fue otro. Nos tiene que ser de páprica, si porque bota usa verde, corá, gel. E bien aquí me usa corá con gel. Nos tiene cebolla con apple. Nos tiene que ser huevo, también nos corta chiquito, chiquito, para probar de ensalada. Y algo extra, como te pone de ensalada de batata, con normal, o bien no te pone, te speque. Mi asa nan seco, anto corta nan chiquito chiquito, tamé mi te brubador de salada. Y pa nos decorar, mi te usa
peterselli. Een beetje kan ik je mostra. Kijk hoe mitas ik kunne. Nog steeds tomati. En nog steeds tra een puito. Een beetje kan ik je mostra hoe mi atra e puito. Para começar, aqui na mi tem batata herbe caba. Nós temos que herbe e laga e para fria. Isso é tem que vira frio para nos patra esta lada. Nenche nos te brua e páprica e cebolla que apre. Bota brueua. Bota pôr na segundo smag. Se você não gosta de páprica, você pode pôr nele. Aqui dá na bom mês. Que você gosta para a brua de salada. Essa broa é speck. Eu evo com a nossa corta. Nós está RB, acaba cortando chiquito, chiquito. Também nós está broa dentro. Aqui, volte, volte, não queira machucar o pedente, a pessoa é virar pocho, 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 pocho. Eu ainda queira mandar um salário de batata, é virar maneco, tá um purê e batra. Tá pondo sal na smac e vou pôr um tiki paper também, dente. E por último, nós põe maionese. Me aluvidei visa, se bom doende que não está come ou pifet, na lugar de põe full na maionese, o por põe gosta também junto com o yogurt. Em teoria, é bem menos feto. Está quedando na bom mês, você pode pôr yogurt, broaque maionese ou pôr maionese. Está broaque maionese, gente. Tá pondo maionese tiki-tiki, já é mais bom, tá pondo demasiado. Se como três, se você vai misturar de algo mais de maionese, vai pôr seca. Assim a nossa salada de batata tá claro. Agora você põe de bom talho e... E me mostrar vocês um comitê fantasia hierba, com puito, com bacator. Nós te dorna um taiô. Para nossa hierba, nós te usa peterselli.
onze chop is peterselie. Para nos bacatorna, nos te usa tomate, nos corte en dos, o le corte. Por lo menos se lave tomate, no es un anki ya me alaban al cabo. Que peterseli también. Topa e cabeça de bacatorna, essa aqui não é tomate na abira rala de bacatorna. Então para e cabeça não só usa trefe. Normal vou pôr usa oleife preto também. Sabia na dos e nossa corta é parte com arrondo. Assim. Agora vou pôr e vira, você vira sua ala, essa aqui vira sua cabeça. A nossa nosso puito nos corta eu evo te assina aqui não te assina nossa coisa dó pouco a pouco eu evo um quebra nossa volta essa é a beira é barica de e puito. Se anda para bom, para o guis que tu pida, tá bom? Mora que para. Yeah. Pida arriba, está aqui nos mestres. Pida arriba, a vai virar. E cabeça. Nossa coisa é páprica, um repe de páprica, nos acorta. Nos acorta um pida, nero um drio, aceita vira e coifia. Tipo isso. Cherepe mes nos a saca en epic plus su alan. Yeah. Essa do sala, né? Então, me usa um pida plum para me sacar sua ovo, né? Normal, vou por usar paper, algo preto, me seta para vou botar o ovo, né? Agora eu botei aqui lá. Aí, se põe. Ribe outro ovo. E
dat om pina weer. Sakin ang abira. Sualana. Nee, ik zei ook dat, maar het is zo dependent van grani en dolly weer. Ik zei dat het meest groot is, ik heb deze keer echt rondo grani. Maar ik zei dat het dolly meest chiquito, die mes, ik zei dat het meest chiquito is. Maar als je niet, je kunt fantaseren, je kunt een bestia, je kunt voorzien, je kunt een salade aan. Ahora usted saque salada para nos por poner arriba esta yo. Va a depender de buscar, vos buscar rondo, ir cant. Con el peterseli. ¿Ya? Con los tranos. Torna. Vamos a poner los lados tu bacator. Ya. Ahora nos está con los puitos. Vamos a poner de hierro. Vamos a usar esta aquí. Está seco que doy. Para no quebrar. Agora aqui com maionese, nós temos que trazer o ovo para o bacator. O que é a ponta de cuchu? Vou colocar um tique de maionese. Então, vou colocar aqui esse pecinho aqui. Para o bacator, aí é o ovo. Si porque arriba el lomo lleva que todo arman también, voy a poner pencha y me hace un mayonesa. Como me se le haga, voy a mente traje, voy a fantasear opi. Si me se tiene opi cosa.
Ja, zien aquí nos salada de batata takla y nos adecore así aquí. Ya cuta fiesta de Pascu, fiesta de Chanan a loco cu huevo, puyito, que cena. Nos atra puyito. Pone ya en Chanan sin angusta, come verdura cu cosmis. E fantaser, va fantaser así na loco cu nambay come toj. Dankjewel. Oh, kijk. Airfryers. Kijk, dat vind ik het mooie van de Bondigro, hè. Deze airfryer die is gekozen tot vierde airfryer bij de Consumentenbond. Topproduct. Ben ik blij mee. Ga ik mee koken. Kunt u zien. Kijk, dit is nou wat ik noem de Bondigro experience. Altijd is er wel wat te vinden wat je niet verwacht. Prachtig. Oh, je tomaten. Trots Weet je... tomaten. Je kan een bosje bloemen mee naar huis nemen, maar als je dit mee naar huis neemt, ben je ook de bom, hoor. Is ook lekker om te snacken. Gewoon lekker happen bij de tv. Broccoli, bloemkool, samen wordt dit heerlijk. Crazy. Uit Peru, de chayot. Door midden snijden, noot eruit, uithollen, mais, kaas, mengen, vullen, in de oven. Lekker. Heerlijk. Kortom, altijd wat te vinden hier bij de Bondigro. De Bondigro Experience. Voordat we aan ons laatste gerechtje beginnen, want we staan hier allemaal leuk te koken en zo, heb ik toch nog een paar vragen aan Reiner over veiligheid. He? Want we mogen dan wel niet op het strand barbecuen, maar we kunnen wel thuis barbecuen. Reiner, als ik aan het barbecue ga, waar moeten we op letten? Ja, we willen even een vraag aan de mensen, voor de persoon. Tuurlijk. Zie je wat we aan de barbecue? Ja, tegen te usa gasoline of fuel per carbon. Preferibel ora ku e candela da sende no bendo mas fio ribeje se esse e candela apaga de barbecue e ora boto bendo diki mas sende na candela so arpa botin 40 min cabo di bo carbono anto oto bashe moa e carbono bom plus bu 40 ku buin kamei mei di bu carbono ya despues pegue na candela ya eta en bom candela ya despues so to para bajo por barbecue ori so ba se e candela ta sende anto bo benta. Se é fio especial que você usa para barbecue, a fenda usa querosene. É dam mês, tá com é hora de botar baixa, é fio. Mês tá tá bem na é bota, então vou pegar inteira bota na candela, porta vou para trás casa aí. Fico tá vou pegar candela, tá vou candela grande dentro aí casa, dentro dá um casa mesmo, senhor. Dus eigenlijk zeg je, bom, als je barbecue aansteekt, ja. Gebruik nu geen benzine, kerosine, stookolie, whatever. Ja. Want dat kan ontploffen ja. En ontplof je hele barbecue en misschien ontplof je zelf dan ook wel. Gewoon een krant eronder ja. Of van die aanmaakblokjes. En dan maken we het met een fuel of kerosine, daarna ja. Aansteken. Maar niet met de fles erboven spuiten? Ja, en durende als de vlammen zien. Dat helder. Door de dam zelf. Ja. Daarna komt die, de vlammen bij die... Bij de fles? Bij de fles, daarna heb je hele brand. Duidelijk. Voorzichtig dus. Ja. Voor ons laatste gerechtje nu. Pancakes. Repa. En hoe gaan we die maken? Voor mij is het nog even hard werken. Trajaduro. Want ik moet eiwitten kloppen. Wat hebben we nodig? Bloem. Ongeveer 120 gram. Zo, ongeveer 120 gram. Bakpoeder, 1 theelepeltje. Melk en 3 eieren.
Die eieren die gaan we scheiden. Ik wil een lekkere, luchtige pannenkoek hebben. En dat betekent dat ik het eiwit moet gaan kloppen. Hoe doe je dat? Ik heb het u geloof ik al eens laten zien. We breken de schaal door midden. We laten het eiwit in het schaaltje vallen. En de eidooier, die doen we bij de bloem en het bakpoeder. Leuk is namelijk, als er eigeel door het eiwit komt, kun je kloppen totdat je erbij neervalt, maar hij zal nooit mooi stijf worden. Dus daarom moet je voorzichtig scheiden, zodat de eidooier niet breekt. Renier, als jij samen met de melk, eidoois en nog een snufje zout hier even een papje van wil maken. Ja, graag. Niet te dik, niet te dun. Dan ga ik aan het kloppen. Ja. En hoe luchtiger het eiwit, hoe beter de lucht, hoe luchtiger de pannenkoek is. Zo, dat is een heel werk, man. Ja, eindelijk. Maar goed, het is misschien wel hetzelfde als met blussen. Het is techniek en dan lukt het. Ik heb het geslagen eiwit. Dat ga ik nu door het beslag van Reiner spatelen. Niet kloppen, want dan sla je alle lucht er weer uit en dan heb je voor niks aan werken. Ze pakken het spateltje. En we draaien dat rustig door elkaar. Spatelen heet dat. Doe je dat niet, nogmaals, dan heb je al je werk voor niets gedaan. Dan krijg je een heel mooi, rustig, luchtig beslag. Nou, en hiervan gaan we pancakes bakken. Wow. Zo. Beslag is gemaakt. Pan met wat olijfolie. Ja, Andrew. Vuur eronder en we gaan pannenkoeken bakken. We nemen een scherpe slag. Koken is ook een beetje spelen met vuur, hè? Dan weer hoog vuur, want hij is niet warm genoeg. Dan wordt hij misschien te warm, draait vuur weer wat terug. Echte pyromaan, die kan goed koken. Hoe weet je nou wanneer je het pannenkoekje kan omdraaien? Als die een klein beetje droog wordt aan de bovenkant. Je ziet, nu glanst hij allemaal nog en als ik mijn vinger erop zou drukken, zou mijn vinger vies zijn. Straks is hij droog en dan kun je hem omdraaien. Ongeveer nu dus. Doordat deze pannenkoek wat dikker wordt, moet hij ook wat langer in de pan. En het duurt langer voordat hij gaar is. Dus vandaar dat we even moeten wachten.
De pannenkoekjes zijn klaar. We gaan het gerechtje verder afmaken. Zo. De pannenkoekjes zijn klaar. Ja. Gaan we nu weer een leuk gerechtje van maken. Ja. Ik snij heel even. Zo. Daar hebben we voor nodig. Een patilla. Patilla, wat zeg ik nou? Meloen. Een meloen? Dankjewel. Patilla, kom ik erbij. Kantaloupe eigenlijk. En daar heb ik twee hele dunne plakjes van nodig. Eén. En dat is twee. Druifje. Voor de oogjes. En ik pak ook een druif voor het neusje. En een konijntje heeft altijd hazentandjes. En daar heb ik een muffin voor. Die snij ik door midden. En nog een keer door midden. En twee hazentandjes. Gewoon simpel gerechtje. Zojuist geboren vanuit mijn fantasie. Dat kunt u thuis ook. Kortom, gaat goed komen. Lekker thuis met z'n allen eten. Dit zijn onze gerechtjes van deze week. Speciaal voor het paasbrunch, voor het paasontbijt. Ik zou zeggen, bon pascu. Dit was Reiner. Dit is Marisol. Ik ben Saken. Pas goed op jezelf. Pas goed op elkaar. En tot volgende week. Si, bon pascu voor iedereen. Viernes Santo awe. Ben rustig, ben tranquil. Que semana santa aquí. En la pasa, si. Door ben je bang, rustig, is op dat hier aan het aanbe. En toen celebreren we zo'n bon pascu. En toen bij poco poco die bakaien aan die bonero dan. Dank je. En zo is het.